justice. We want justice. We want justice in Bangladesh. We want justice in Bangladesh. Justice. Afgelopen weken hebben we vreselijke beelden gezien in Bangladesh. En wat je vervolgens ziet, dat in Nederland, vooral Nederlandse pers, geschreven en gewoon tv, radio, weinig aandacht is. Dus wij denken van, als we geen aandacht gaan besteden, dan gebeurt iets in de wereld voor groepen mensen, hindoes, wat niet goed is. Nederland mein aaj sare hindu ikatthe hokar ke ek bahut bada ek peaceful march protest march nikale hain aur aaj hum sabhi usi ka hissa bane hue hain aur hame bahut acha lag raha hai ki hindu aaj hindu bhaiyon ke liye ek hokar ke sadak par utre hain aur apne andar ki peeda ko batane ke liye ki hindu pe jo atyachar ho raha hai wo bahut galat hai. Als je kijkt hoe Bangladesh hindoes zijn aangevallen, als je kijkt hoe de vrouwen zijn aangevallen en seksueel zijn misbruikt, als je kijkt hoe de Bangladesh hindoe-tempels zijn aangevallen, ik vraag me af wat voor internationale media is dit die in principe wel praat over de minderheden in Bharat, maar niet spreekt en schrijft over de minderheden in andere landen wanneer hindoes in minderheid zijn. Dus mijn vraag is, wanneer worden mensen nou wakker en wanneer gaan mensen spreken tegenover het geweld die tegen de hindoes wordt gepleegd? Ik ben voornamelijk gekomen om steun te betuigen en in ieder geval te kijken van wat er gedaan kan worden dat de hindoes niet zo worden afgemaakt. De hindoes staan bekend omdat ze heel erg vredelievende personen zijn en mensen die een mandir gaan kapotmaken, mensen die daar vredelievend leven leiden, hun gaan vermoorden, dat is iets wat niet kan. We hebben allemaal dezelfde voorouders, dezelfde DNA en eigenlijk wat we eigenlijk aan het doen zijn, onze eigen broeders en zusters vermoorden alleen maar omdat er op basis van een verandering ooit grenzen zijn getrokken op basis van de religie en dat nu zo'n verdeeldheid veroorzaakt. En dan denk ik ook een beetje van, ja, waar zijn we allemaal mee bezig? Waar ter wereld, als er op hindoes problemen komen, dan zijn het ook onze problemen. Wij moeten gezamenlijk zorgen dat wij voor elkaar opkomen. Een ander komt er niet voor ons op. Wij moeten zelf een vuist vormen om elkaar te helpen. Waar ter wereld dan ook. Jai Shri Ram.